De Afsluitdijk beschermt Nederland al bijna 90 jaar tegen overstromingen. Maar is ook belangrijk voor natuur, economie en verkeer. Het iconische bouwwerk tussen Noord-Holland en Friesland kent vele verhalen. Van pioniers, harde werkers, bewoners en schippers. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Dit is het verhaal van Rolf Fijn. Vandaag gaan we buiten voor wat levelblokken te keuren. Er zijn er heel wat aangezet. Ze zijn al bijna klaar. Dus daarvoor gaan we zo even naar buiten. Even kijken hoe daar naartoe gaat. Rolf Fijn is pas 23 jaar oud. En nog maar net klaar met zijn MBO 4 opleiding voor middenkader functionaris infra. Sinds september 2021 werkt hij mee aan de versterking van de afsluitdijk. Ik had op mijn LinkedIn gezet dat ik afgestudeerd was. Toen werd ik benaderd door een detacheringsbureau dat zij een baantje hadden voor mij op de afsluitdijk. Nou, een kans om op de afsluitdijk te mogen werken, dat laat ik sowieso niet schieten. Dus die heb ik echt met twee handen aangepakt om hier te mogen werken. En sindsdien kom ik hier elke dag met heel veel plezier deze kant op. Als keuringsmedewerker bij Level ziet Rolf Fijn toe op de kwaliteit van de werkzaamheden. En waar let je nu op? Ik let ook vooral op de achterzijde van de blokken, dat die geen schades hebben door het zetten tijdens het zetten. En ik kijk ook over de horizon heen of de blokken niet te veel naar achter staan of iets te veel naar voren, waardoor de positie niet goed staat. Want vervolgens, daar in de verte, zijn de mannen al bezig om het laatste blokje erop te zetten. En is het wel van belang dat de positie goed is, zodat de aansluiting gewoon heel netjes is. Op dit moment wordt er hard aan de afsluitdijk gewerkt. Levelblokken, quadroblokken en bermblokken worden door grote machines aan de lopende band geplaatst. Zodra er een stuk gelegd is, gaat Rolf controleren of alles goed zit. Zie je nog steeds geen oneffenheid? Nee, het ziet er allemaal goed uit. En hoe kan je nou de andere kant bekijken? De andere kant doe ik met een boot. Dan ga ik daar inderdaad op de achterkant van de boot staan. En die vaart dan met een gematigde snelheid hier langs. En dan kan ik de andere kant van de blokken bekijken. Alles goed of fout wordt vastgelegd in het werk- en keuringsplan. Zo kan de opdrachtgever zien dat alles goed is uitgevoerd. Het is eigenlijk simpel gezegd een soort stappenplan van hoe het werk zich gaat verlopen. En op die manier kunnen wij zien wat wij op dat moment moeten keuren. En dan is dit de criteria waar het aan moet voldoen. En dit is de methode om uiteindelijk de keuring af te maken. Want jij geeft eigenlijk de garantie van het is goed gebeurd. Ja, klopt, klopt. Gewoon een extra controle en gewoon extra overkoepelend zicht om alles wel bij te houden wat gedaan is. Gewapend met een rolmaat, een spuitbus en een fotocamera checkt hij onder andere of de juiste materialen zijn gebruikt, of de stenen goed op hun plek zitten en of er geen beschadigingen zijn. En als er onvoorkomenheden zijn, komt Rolf vaak direct in actie. Ja. Is hier goed? Ja, dan zie ik inderdaad dat er een blok inderdaad wat scheef staat. Nou, dan kan ik een beetje een soort overzichtsfoto maken voor de voorman, zodat hij dan heel makkelijk kan zien om welk blok dat gaat en wat er scheef staat. Met een spuitbus geef ik hem een heel klein markeringetje. Bijvoorbeeld hier rechts onderin, een klein cirkel, hoeft niet heel geks. En dan kan ik aan de voorman laten zien, oké, er zit een blok met een groene stip zit erop. Dan weet hij precies op welk blok het gaat. Die blok ligt wat schuin, hè? Ja, die gaat wat aan de schuine kant inderdaad. En dan gaat hem aan de rechter vleugel. Ja, dit moeten we even intern even analyseren en even een analyse maken of die voldoet aan onze keuringseisen. Ja, ja, dan ga ik dat inderdaad ook doen. Elke schop die we hier in de grond zitten, of we breuksteen afwerken, of we plaatsen levelbloks, of we plaatsen bermbloks, dat wordt allemaal gecontroleerd en gefixt met onze machines, met onze servermedewerkers. Dus het is een totaalpakket van borgingen. En Rolf is een onmisbaar radertje in dat systeem? Rolf is inderdaad een onmisbaar iemand. En als Rolf iets zegt van hey, dit voldoet niet, dan weet iedereen dat het niet goed is. En dat heeft hij in een hele korte tijd sinds hij bij ons werkt, heeft hij dat voor elkaar gekregen. Wat leer je nou persoonlijk het meest hiervan? Wat ik persoonlijk hier het meest van leer is gewoon het omgaan met alle mensen, soorten mensen wat je hiermee werkt. En ook al het materieel wat hier rondrijdt
en waarvoor bepaalde materieel, welke kranen ergens voor toegepast worden. En dan dat kun je altijd weer meenemen voor, oh ja, als je later weer een ander project gaat doen, van oh ja, daar kan ik misschien dat weer voor gebruiken. Of weer andere zaken weer voor gebruiken, om misschien wel weer het proces te versnellen uiteindelijk. Dus je hebt geen spijt van dat je dit bent gaan doen? Absoluut niet, nee.